Het is echt een soort eensgezind clubje die enorm veel liefde hebben voor het melodisch slagwerk. Mallet Collective is een collectief met eigenlijk gelijkgestemde mensen, met gelijkgestemde instrumenten. Het melodisch slagwerk. Dus we richten ons echt op de marimba, de vibrafoon. Dus marimba van hout, vibrafoon van metaal. Ja. Het kleinste bezetting ben ik zelf met Gyuri Kisenov. En dan maken we programma's met 2, 3, 4 tot 6 spelers. Voor deze instrumenten is er nog heel weinig repertoire. Eigenlijk alleen Steve Reich heeft 1 stuk gemaakt voor 6 marimbas. Dat heet letterlijk 6 marimbas. En toen we gevraagd werden door het Bach Festival, werd aan mij eigenlijk gevraagd van, zou je een programma willen maken rondom 6 marimbas? Met een second piece. Toen ben ik eigenlijk aan de slag gegaan om eerst te gaan kijken en uitzoeken van wat voor repertoire is er, hoe kan ik dat linken aan Bach. Daaromheen heb ik daarna componisten gevraagd om te reageren, om juist ook die Bach naar het nu te trekken. Hoe kijken we er nu tegenaan? Hoe voelen we dat? Wat hebben wij met Bach? En wat heeft Bach eigenlijk met de nieuwste generatie componisten? Ja, could be. Ja. Just before that I do... Dus we doen het in dit geval met een duo uit Lausanne, Chicky Duo. En een duo wat nog studeert in Stuttgart, in Duitsland. En die vliegen dan in. En die komen voor dit project eerst repeteren een aantal dagen. En dan hebben we het concert. Dus ik heb Annemaatje Lemmerijs gevraagd om een reactie te schrijven op het klaversymbolconcert in D mineur. En zij heeft een stuk gemaakt dat heet Lumen. En daarin gaat het echt over de lichtinval. En ik denk dat uiteindelijk in het stuk Bach heel goed hoorbaar is, maar toch ook mijn eigen stijl heel goed is blijven hangen. Ik heb ook net als Bach 3 delen geschreven, die ook wel echt corresponderen met de delen van Bach. En daarnaast heb ik de drummer van Deerhoof gevraagd, Greg Saunier, die een stuk heeft gemaakt, 53 Years and No Religion and No Telescope. Be spontaneous in your expression. Hij speelt in een best wel heftige band, rockband, maar heeft ook compositie gestudeerd, klassiek. En is een enorme Bach-fan, dat wist ik niet toen ik hem vroeg, maar dat vertelde hij mij gelijk. Dus vanuit de tourbus eigenlijk op zijn laptop snel aan het schrijven was en zei, oh ja, ik heb iets en er zit een thema in van Brahms en er zit Beethoven in. Maar wacht even, dat kan niet, we spelen echt op het Bach-festival. En we hebben dit klaversymbolconcert waar ik heel graag op wil dat je reageert. Oh ja, ach, geef niet, ik schrijf wel iets anders. Het is eigenlijk een heel grappig stuk geworden wat heel erg draait om de interactie van het ensemble en de eigen input die je mag geven. En dat is een heel mooi geheel geworden en daaromheen hebben we gezorgd van, nou ja, eigenlijk het enige repertoirestuk van Steve Reich hebben we als introductie, want dan introduceren we het geluid van dit ensemble. En dan gaan we steeds meer terug de tijd in richting Bach.